En een 91-jarige vrouw, Matorni B., is aan de Maturalaan gisteren aangevallen door een Rottweiler. Dit meldt de politie van Uitvlucht. De bejaarde vrouw is door de Rottweiler aan het achterhoofd gebeten en enkele meters meegesleurd. Buurtbewoners snelden de vrouw te hulp. Het slachtoffer heeft diepe bijtwonden aan het achterhoofd opgelopen. Zij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar zij in kritieke toestand is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Het slachtoffer verliet in de ochtend het bejaardencentrum waar zij woonachtig is om haar dochter, die enkele straten verder woont, te bezoeken. De eigenares van het dier is vaker door de politie aangesproken om de agressieve Rottweiler op het erf te houden, omdat die de buurt al geruime tijd onveilig maakte. Na afstemming met het Openbaar Ministerie en de eigenares is de opdracht gegeven de gevaarlijke hond te laten inslapen.